Hey kids, hier Cas de Ranger. Nou, leuk dat jullie er zijn, want ik ben namelijk mijn vakantie aan het plannen. Ik zit erover na te denken om aan de andere kant van de wereld te gaan. Bijvoorbeeld, hier Australië. Of hier zo, Japan. Ja, want ik ben namelijk gek op sushi. Wat een geinig ding eigenlijk, hè? De wereld. Bijzonder. Want wist je dat de wereld, de aarde, 4,6 miljard jaar oud is? Ja, en zeg maar. Weet je wat? Ik ga jullie er wat meer over vertellen. De aarde is niet alleen. Er zijn 8 andere planeten. Namelijk Mercurius, Venus, de maan, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en... Kom eens hier. Goed zo. Pluto. Deze 8 planeten kan je in 2 grote families splitsen. Namelijk gasplaneten en steenachtige planeten. De aarde behoort tot de steenachtige planeten. De aarde is de 5e grootste planeet en de 3e planeet in onze zonnestelsel. De aarde draait om de zon heen en de zon is een grote ster die de planeten verwarmt. De aarde draait en over 1 rondje doet hij 24 uur. 1 dag. De zon geeft licht. Zitten wij aan de zon zijn kant, is het bij ons dag. Maar draaien wij, dan zitten we in de nacht. Zo, en nu is het bij ons weer dag. Wij draaien trouwens om de zon heen. De zon draait niet om ons. De planeet die wel om ons heen draait, is de maan. De maan en de aarde blijven voor altijd bij elkaar en draaien samen om de zon heen. Dat duurt 365 dagen en een kwart dag. Ja, een kwart dag. Daarom hebben we 1 keer in de 4 jaar een schrikkeljaar. Want die kwart dagen tellen we bij elkaar op. In een jaar maken we 4 seizoenen mee. Winter, herfst, lente en zomer. Maar hoe komt dat? Als zonlicht ons planeet bereikt, is het licht en de warmte niet overal even sterk. Het is dus bijvoorbeeld hier kouder en hier warmer. Maar omdat de aarde scheef staat, is het niet overal even warm. Als de zon op het noordelijk halfrond staat, is het bij ons zomer. De zon staat hoog aan de hemel en de dagen worden langer en warmer. Als het noordelijk halfrond is weggedraaid van de zon, is het winter. De zon lijkt lager aan de hemel te staan en is het bij ons korte dag en minder warm. De winter en de zomer zijn omgekeerd als je op het zuidelijk halfrond staat. Dus dan is het bij ons weer winter en daar is het weer zomer. En dan als het zomer is, is het daar weer winter. Zo, en nu weten jullie wat meer over de aarde. Het is nu winter en ik wil wel een lekkere zonvakantie. Dus dan moet ik naar Australië. Goed, we gaan de aarde maken. En de aarde bestaat uit een aantal lagen. We beginnen met de binnenkant, de kernlaag. Die is vloeibaar 5000 graden en wel 1200 kilometer dik. Dan gaan we naar de buitenkern. Die is ook vloeibaar 3000 graden en 2250 kilometer dik. Dan de aardmantel. Die is niet vloeibaar, 2000 graden en 2900 kilometer dik. Dan de aardkorst. Die is verschillend qua dikte. 5 kilometer, 50 kilometer. Op zo'n 10 meter diepte hangt een constante temperatuur van 10 graden Celsius. Zo, en nu weten jullie wat over de aarde. Dan is het nu tijd voor de Ranger Quiz! Yeah! Ja, dankjewel, dames en heren. Dankjewel, dames en heren, jongens en meiden. Dank jullie wel. Welkom bij de Ranger Quiz. 10 vragen. Voor elke vraag krijg je 1 punt. Ik ben benieuwd hoeveel punten jullie gaan halen. We beginnen gelijk met vraag nummer 1. Hoe oud is de aarde? Is dat A, 4,6 miljard jaar, B, 7 miljard jaar of C, de aarde bestaat sinds vorige week dinsdag?
Vraag nummer 2. Hoeveel planeten zitten er in ons zonnestelsel? Is dat A, 5, B, 7 of C, 8? Vraag nummer 3. Welke planeet heeft dezelfde naam als de bekende tekenfilmhond van Mickey Mouse? Is dat A, Pluto, B, Joel de Muis of C, Neptunus? Jongens, zet mij een make-up nog. Jullie zijn er weer. Oké, de volgende vraag. Hoe warm is de binnenkern van de aarde? Is dat A, 8000 graden, B, 5000 graden of C, 15 graden? Vraag nummer 5. Hoe dik kan de aardkorst maximaal worden? Is dat A, 5 kilometer dik, B, 30 kilometer dik of C, 50 kilometer dik? Vraag nummer 6. Is de aarde een steenachtige planeet of een gasplaneet? Vraag nummer 7. Hoeveel dagen heeft een jaar? Is dat A, 365 dagen? Is dat B, 365 dagen en een kwart dag? Of C, 377 dagen? Vraag nummer 8. Draait de maan om de aarde heen, ja of nee? Vraag nummer 9. Hoeveel seizoenen heeft één jaar? Zijn dat A, 4, B, 5 of C, 6? Vraag 10. Om de hoeveel jaar is een schrikkeljaar? Is dat A, om de 4 jaar, B, om de 5 jaar of C, er bestaat helemaal geen schrikkeljaar? Zo, dit was hem alweer, de Rentje Quiz. Ik ben benieuwd hoeveel vragen jullie goed hebben. Voor meer informatie en lessen, ga naar onze website www.julianatoren.nl/kansindeklas. Hey, laters!